Oh, dat is echt een heerlijk nummer. En dan weten jullie wat ik ga spelen. Jullie weten het gewoon, dus ik ga ook gewoon niks zeggen. Welkom bij, mijn naam is Vincent van de Visual Games. En tot na de intro. Oh. Okay, people, let's go to work. Yes, en dit is het Hypixel, MC Pixel. Ik zei Hypixel, was helemaal in Minecraft idee. We gaan weer levels doen dat we vorige keer hadden gedaan. En ik heb het nog nooit gespeeld, dus verwacht niet veel. Ik zie hier een vijf. Ik zie een mooie appel. En die appel wil vast naar deze meneer. Of moet hij hieronder? Nee, hij moet hieronder. Ik weet niet, de appel spint nu door en daardoor ontploft de hele party. En is geen party meer. Waarom ontploft het altijd? We moeten de bombs vinden. Dat is het nut van het spel. Een steegje. Met een hele enge man daar. Wat wil die man? Ik zie hier een bowlingbal. En die bowlingbal moet hier in de prullenbak. Ja. Oh. Oké, nou dit ging niet goed. De beveiliger komt naar buiten en schopte me kapot. Het zwembad. Poe. Het heet ook scheid, zeg maar. Volgens mij moet het pool zijn. Ik denk dat deze radio wel in het water kan gedumpt worden. En daardoor ontploft het hele zwembad waarschijnlijk. En dat was niet goed. Oké, we gaan naar de fabriek. En de fabriek is nog niet afgebouwd. Of de fabriek, het is een hotel of iets. En in dat hotel zit een koffertje. En daarin zit waarschijnlijk het geheim. Hierin zit het geheim dat het ontploft. En daardoor ontploft... Ik weet niet wat ik deed. Maar het ontplofte gewoon. Het vliegtuig. Het vliegtuig mag zeker niet ontploffen. Hier ligt de bom. En die moet waarschijnlijk... Holy crap. What the fuck? Waarom eet die slang die bom? Oh, we zitten ineens in IJsland. Mac-pack-sal. Een Eskimo. Ik zie niet zoveel, maar ik ga gewoon naar de Eskimo toe. En ik schop de Eskimo, waardoor er een bom ontploft. Je moet gewoon nooit mensen schoppen. Dit is gewoon een tip voor mensen. Schop nooit mensen in het echte leven. Want dan ontploffen de bommen. Ik pak de appel en die geef ik aan deze meneer. Want daar zit ook zijn hoofd. Ja, en die moet weg. Die moet onder dat ding. Jesus Christ. Daar zat dus dat was de bom. Zat dus in zijn schedel of iets. Nou, de meneer hier. Wat wilt u, meneer? Ik geef die gewoon eerst aan die meneer. Hallo, wilt u deze hebben? Wilt u hem niet hebben? Oké, dan niet. Dan gooi ik hem hier achter deze schutting. En dat mag ook niet. Dan ga ik deze... Oh, daar moet ik niet heen! Dat is een hele moeilijke game. Poel. Oh, de L stond er wel. Maar je zag het helemaal niet goed. Deze mevrouw. Hallo mevrouw. Zal ik u schoppen? U doet niks. En die meneer doet ook niks. Ik stap in het water en er gebeurt niks. Wat? What the fuck? Oké, we gaan naar dit hier. Ik pak een blikje drinken en er komt niks uit. Ik pak... What the fuck? Een automaat stijgt op. Vliegtuig. Mac-pack-sal. Ik zie hier een soort van lokslot. En die gebruiken we voor dat ding. Nee, die gebruiken we voor de slang. Ja, en dan slaan we mee kapot. En daardoor ontploft de bom toch nog. Dat heeft geen nut. Eskimo tijd. Ik ben benieuwd. Wat gaan we hier doen? We hadden... Hier binnen hebben we nog niet gekeken. Laten we daar eens naar binnen gaan. What the fuck? Hier ligt de bom! Hier ligt die bom! Ik weet al iets voor de Eskimo. Ik weet al iets. En ik ga nog niet zeggen wat. Maar ik ga het wel proberen. In die schedel zat... Ja, daar zat hij. De man. De man in het steegje. De zwerver. Wat wil de zwerver? Ik weet het niet, maar ik ga hem gewoon schoppen. En dan ga ik naar binnen hier zo. Ik knop aan. Er wil niks gebeuren. Ik mag niet schoppen tegen de prullenbak. Oh, what the fuck, daar zit... Oh! Maar wat moet ik dan doen? Ik pak volgende keer de appel. Die geef ik aan die kikker die in die prullenbak zat. Het leek net Oscar van Sesamstraat. Ik pak dit briefje op. De geldbrief van 10 euro. Ik stop het hier in de automaat. Er komt wat uit. Ik pak het. En het ontploft toch nog weer. Dus het heeft geen fuck zin. Het vliegtuig. Wat ga je doen, vliegtuig? We gaan het proberen. Ik weet het nu misschien. We pakken deze zeis.
We gebruiken het op de bom. Maar die slang kan dat niet eten. Genius! Genius Vincent. Voor deze weet ik ook iets, want dat had ik verteld, dat had ik beloofd nu jullie. Ik pak hier dit vak en die gebruik ik... Party. Oké, een party, dit is een party, let op. Appel, hierop. Zo, hoofd pakken. Nee! De steeg, de zwerver. Wat, dit was moeilijk, dit was pittig. Die geef ik aan die meneer. Die wilt hem niet. Ja, die gooi ik daarin. De zwerver gaat er achteraan. Hij ontploft en daardoor hebben we de wereld gered van de atoombom. Yeah! Nou, we hebben wel gehaald nu. We moeten nog 3. Oh, deze was pittig. Deze moet hier in de koffertje. En daarmee... Oh yeah! Eskimo, die moet ik nu in één keer goed doen. Maar ik weet mijn god niet wat ik hier moet doen. Ik zie dat wak. Daar kan ik ook niks mee doen. Nee, ik moet tot naar die vent toe. En dan... Ja, ik weet niet bij die, ik weet het echt niet. Die is zo lastig, die. Ik snap er geen reet van. Deze weet ik misschien wel. Deze moet je vervangen voor die. Ja, en die moet daaronder. Die moest daaronder! Doe dat dan ook. Ik snap er echt helemaal niks van. Deze snap ik ook helemaal niet. Je moet iets doen, maar ik weet niet wat. Ik ga gewoon naar binnen weer. En dan pak ik dat ding, maar dat doet hij niks. Het is wel een heel leuk liedje. Ik ga nog eens kijken. Deze meneer hier. Wat doet hij? Die doet niks. Als ik nou de appel pak en ik geef die aan die meneer hier. Of ik geef gewoon aan die meneer. Nee, niet daar. Ja, en dan? En dan? Dan weet ik het niet. Dan weet ik het gewoon niet. Deze is echt impossible om te halen ook. Ik snap er geen reet van. Ja, echt. Je kan gewoon niks klikken. Alleen maar op die man en op dat gat. En daar ligt die bom in. Even kijken hoor. Wat is dit ding? Oh! Ja! Ik heb hem gehaald! Oh my god! Nou, alleen alleen deze nog. En wat was deze? Ik snap nog steeds deze niet. Was deze? Dat is hem niet? Oké, laten we even denken. Laten we even goed denken. Ik ga gewoon in dat gebouw, want daar ligt die bom in. Maar we hebben iets nodig om die bom te bedekken met sneeuw of zo. Dus wat ik nu ga doen is... Hier sneeuw opgooien! Ik snap hier niks van. Hebben we geen helpknop? Zit hier geen helpknop op? Nee, alleen maar een timer. Ja? Oh, ik ben geweldig. We moesten een sneeuwbal pakken en op dat rondje gooien. En ik heb het gered. Ik heb het gedaan, mensen. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. Het duurde iets langer, want het zijn pittige puzzeltjes. Je moet dingen proberen en dan haal je het gewoon. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van MacPixel. Of het komt niet meer, dat weet ik niet, of ik verder ga spelen. Het is wel een leuke game op zich. Tot dan. Doei.